Goedendag, u bent weer hartelijk welkom bij vlog nummer 17. En natuurlijk de vlog van Van Vliet Boeken. Nou, in ieder geval weer leuk dat u kijkt. Vergeet in deze tijd de musea niet. Ze zijn in deze coronatijd open en ze doen er alles aan om uw bezoek coronaproef te laten verlopen. In het Katrijnen Convent is een prachtige tentoonstelling over, de titel heeft Body Language, lichaamstaal. Het gaat over de verbeelding van het lichaam in de middeleeuwen op sculpturen, op schilderijen en op prenten. Ik hoop het museum binnenkort te bezoeken, maar vanmorgen hoorde ik op de radio lovende woorden over de objecten die tentoongesteld worden, maar ook hoe de tentoonstelling is vormgegeven. Dus het is echt een aanrader. En museumbezoek in deze tijd is heel rustig. U moet zich vooraf aanmelden. Je hebt alle tijd om te kijken, alle ruimte om te kijken. Dus, denk ik bij mezelf, dan koopt u natuurlijk vooraf de tentoonstellingscatalogus en kunt u nog meer uw bezoek voorbereiden, nog meer genieten tijdens het bezoek en na het bezoek nog eens een keer wat naslaan. De Nederlandse editie van de tentoonstelling Body Language, die verschijnt binnen enkele dagen en kunt u natuurlijk bij mij bestellen. Iets wat in hetzelfde genre zit, dat is het boek van Desmond Morris, Poses. Dat gaat ook over lichaamstaal. Hoe zijn bepaalde lichaamshoudingen afgebeeld in de loop van de tijd? En dit gaat dan niet alleen over de middeleeuwen. Dit boek neemt een hele ruime tijd tot op vandaag. En het is thematisch samengesteld. Over buigen, over handgebaren, over zegeningen, omhelzingen. Nou, en daar geeft dan de auteur steeds anderhalf à twee pagina's tekst over. En hij laat er ook voldoende voorbeelden bij zoeken. Mensen die regelmatig schilderijen en kunst bezoeken en zich afvragen waarom staat die persoon nou met zijn ene been naar voren? Waarom zie je zo'n zegening enzovoorts? Die kunnen in dit boek terecht. Een heel interessant boek voor kunstliefhebbers. Ja, en dan is er natuurlijk verschenen, het was lang aangekondigd, maar is nu verschenen, de Code MB Encyclopedie. Een eerbetoon aan de mannen die onze taal verrijkten met diverse woorden. We gebruiken ze vaak en we weten soms niet eens dat ze meer van deze mannen afkomen van Code MB. En ze creëerden ook typetjes die we vandaag nog steeds tegenkomen. Alles samengebracht in het boek Code MB Encyclopedie. Ja, dan nog iets. Heeft u Jinek gezien afgelopen week? Daar was Hans Wiegel te gast en die was te gast in verband met de presentatie van zijn biografie. Maar in datzelfde programma werd een filmpje getoond dat Jair, de verslaggever, het boek gaat aanbieden bij Mark Rutte. Nou, en van hem is ook enkele dagen geleden een biografie verschenen. Er staan beide op mijn site en als u nog eens wat aardig zou willen lezen, zeker van Hans Wiegel. En de mensen die wat langer meelopen, die herkennen dan in dat boek wel hele leuke passages uit de politieke geschiedenis. Wat ik een heel leuk en aardig kinderboek vond, dat is dit Gevonden. Van Kees van den Berg. Frida, het meisje, dat neemt nu eens een keer niet een hond die schaalloos loopt en met luizen vol zit mee naar huis. Geen manke cavia of hamster of een blinde kat. Nee, ze neemt nu een verwarde man mee naar huis. Hij staat op het fietspad, weet niet wat hij moet doen. En er is heel gevaarlijk daar en zij helpt hem. En de man weet helemaal niets meer. Hij weet niet wie die is, hij weet niet waar die woont. Hij kent weet zijn adres, hij kent geen familie, niets meer. Nou ja. En iedereen die hulp behoeft of iedereen die angstig is en die ontmoet Frida, nou die heeft er dan een goede hulp aan. Ze neemt die man mee naar huis en ze noemen hem maar meneer Frits. Haar ouders die een restaurant runnen zijn in de loop van het boek ook erg op meneer Frits gesteld. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het boekje steeds een stukje gelezen en ik was toch verdraaid steeds benieuwd
Waar komt die man nou vandaan? Wat is nou eigenlijk zijn bestemming geweest? En wie is meneer Frits eigenlijk? Nou, in de laatste drie hoofdstukken wordt het duidelijk. En als je achteraf zeg je van ja, er staan zo hier en daar wel wat hints in. Je had het kunnen bevroeden. Nou, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, maar het is een alleraardigst boek. Geen lelijke woorden, geen geweld, gewoon een fatsoenlijk, leuk, aardig kinderboek. Ja, en dan dit. Weet u dat er meer dan 400 woorden zijn met Dutch? De rode draad is, Dutch is, staat voor alles wat afwijkt. Wie onduidelijk spreekt, die praat double Dutch. En heeft u last van Dutch disease, ja? Nou, dan bent u een persoon die altijd door muziek heen praat tijdens uitvoeringen. En heeft u doet u een bepaalde belastingtruc, dan maakt u gebruik van de Dutch sandwich. Nou, Gaston Doorn, die verzamelde deze uitdrukkingen en die zijn in het boek te vinden. Het is wel even wennen om negatief over je eigen taal te lezen. Maar aan de andere kant is het heel aardig om dus erachter te komen waar bepaalde uitdrukkingen met Dutch uit de geschiedenis nu vandaan komen. Ik ben bezig om op mijn site het tabblad kalenders te vullen. Kalenders, scheurkalenders, dagboekjes, noem maar op. Kijkt u alvast voor een preview en let bij kalenders wel hierop. Sommige oplagen zijn heel klein en die zijn dus heel snel uitverkocht. Ik hoop eind van de week een leuk assortiment aan u te kunnen tonen. En staat het er niet bij, stuur even een e-mail. Bent u gek op chihuahua's, dan is daar vast een leuke kalender van te verschijnen voor 2021. Houdt u van bijen of van wolven of van cavia's? Schildpadden, noem maar op. Overal is wel ergens een kalender van. En die weet ik dan waarschijnlijk wel voor u op te snorren. In het kort. Op de radio hoor ik nog steeds reclames met betrekking tot het boek De Kaasfabriek van Simone van der Vlucht. En dat is geen wonder, want het is een prachtige historische roman. En dat geldt ook voor De Dame van het Voorhout van Marja Visser. En in de kinderboekenbijlage kwam ik toch weer dit boek tegen van Rob Ruggenberg. Offerkind. Ja, ook niet verwonderlijk, want Rob Ruggenberg, dit was zijn laatste boek, hij leeft niet meer, was een meesterverteller en was een meesterschrijver. Ja, in de magazines van de afgelopen 14 dagen, die staan vol met boekrecensies van kinderboeken, van volwassenen, literatuur en poëzie. Het is allemaal niet bij te houden, maar mocht u een interessant boek tegenkomen, ik kan het u wel leveren, let daarop. Nou ja, eigenlijk tot zover. De vlog van Van Vliet boeken. Kijk, ik heb hier, en die ga ik straks heerlijk oppeuzelen, een tompoes. Maar die is niet ongeschonden uit mijn fietstas gekomen. Maar dat geeft helemaal niet, want hij smaakt net zo lekker als een prachtig exemplaar. Best lieve mensen, bij niet al te ingewikkelde zaken, niet al te belangrijke zaken, positief blijven. Net zoals het eten van deze tompoes. Of die in elkaar ligt of niet, hij smaakt. En lezen helpt daarbij om positief te blijven en om een goed wereldbeeld te krijgen. Ik geniet van mijn tompoes en van mijn boeken en ik zie u de volgende keer.